De Forester, oudstrijder en vakbondsleider Frederik van Russel is vandaag naar zijn laatste rustplaats gebracht. Gisteravond is een singinitie gehouden in Good Charity aan de Burenstraat. Het voorhof van de tempel en daarbuiten waren tot de laatste plaats gevuld met familie en vrienden die vader Fred van Russel zingend de laatste groet brachten. Ook de federatie van aflegverenigingen onder leiding van Clifton Braam was aanwezig. Braam zei dat hij voor advies altijd terecht kon bij de erevoorzitter van de aflegvereniging ELDA. Nou, de heer Van Russel is ook voorzitter geweest van een aflegvereniging, en wel aflegvereniging ELDA. Later is hij ook erevoorzitter geworden van deze vereniging. En al zodanig is de federatie hier groot vertegenwoordigd met onder andere de Gran Brada die ook hier was. De Gran Brada der Javanisten was ook hier aanwezig. En vandaar dat we dus hier aanwezig moesten zijn. ELDA was weliswaar niet als lid aangesloten bij de federatie, omdat ELDA behoorde tot wat wij binnen de federatie noemen de speciale groepen. Dat zijn de aflegverenigingen die zijn aangesloten bij de koord, bij de loge, bij de politie, bij het Nationaal Leger. Die vallen allemaal onder speciale groepen. Maar dat zijn wel groepen waar de federatie ten alle tijde mocht aankloppen voor advies. En vooral broeder Van Russel. Vandaar. Hij gaf altijd goed advies. Ja, we mochten altijd aankloppen bij hem. Hij kon goed kritisch zijn. Hij kon ontzettend kritisch zijn. En daarom was het ook goed als je met hem van gedachten kon wisselen daarover. Hij was de rust zichzelf. Ik zie hem nog zitten bij het mortuarium en je kon altijd bij hem terecht voor een babbeltje. Ik heb ook in mijn korte toespraak aangegeven toen ik voorzitter werd, heb ik het genoegen gehad om toch nog even met hem te praten. En zijn korte, maar zeer bondige boodschap was: wees sterk. Romeo van Russel, zoon van wijlen Fred van Russel, gaf aan dat zijn vader een volwaardig leven heeft geleid. Hij heeft gedaan wat hij moest doen. Echter besefte hij ook dat de tijd voor hem was aangebroken om het aardse af te leggen. Hij is gaan rusten, zei zoon van Russel. Volgens hem is de link die zijn vader had met de mens met een beperking terug te vinden in de foresterie. In een tijd, hij kwam terug uit Korea, moeilijk aan werk te komen. Hij had een jong gezin inmiddels opgebouwd te verzorgen. En hij werd op een gegeven moment gevolgd door oudere foresters die hem op een gegeven moment de gelegenheid hebben gegeven om dichterbij te komen. Dus werken voor de medemens, voor arbeiders die in de struggle zijn om betere arbeidsvoorwaarden, levensomstandigheden voor zichzelf te creëren. Werken voor erkenning van de oudstrijders, mensen die hun leven in de waagschaal hebben gesteld om te strijden voor bevrijding en voor vrede. Zelfs niet voor eigen volk, maar voor andere volkeren. Werken voor de mens met een beperking. Dat zijn allemaal logische uitvloeisels geweest van wat Fred van Russel heeft meegekregen. En wat hij als voorbeeld voor ook vele andere foresters in de praktijk heeft gebracht. Fred van Russel is vanmiddag ten grave gedragen te Annetteshof. Voorafgaand was er een uitvaarddienst in Good Charity. Van Russel is 89 jaar geworden en hij had 9 kinderen.